Yo, wat up gasten, en daar zijn we weer. Ik heb de afgelopen paar dagen heb ik niet echt veel gerecord. Puur om het feit, ik loop even weg, die honden die staren me zo stom aan. Ik kan er echt niet tegen. Maar ik heb de afgelopen paar dagen niet gerecord. Puur om het feit, omdat ik natuurlijk gewoon een WOC-melding heb. Dus ten eerste kan ik dus gewoon heel weinig de deur uit. En plus dat. Ja, we hebben heel veel gedaan de laatste tijd. Dierentuin en dit en dat, zus en zo. Dus waarschijnlijk een van de eerste video's die gaat volgen is dus hoe ik mijn auto weer van zijn wok af krijg. Nou, loopt daar een man. Die heeft vast geen zin om gefilmd te worden. Dus ik ga gewoon eerst die auto eventjes van de wok af krijgen. Maar daar moet ik nog heel veel voor doen. Alleen ja, het probleem waar ik dus nu een beetje mee zit, misschien kunnen sommige mensen zich daar wel mee in vinden. Het is gewoon heel slecht geregeld. Ik bedoel, ik heb een brief binnen gehad met de eventuele klachten die er zijn over de, nou ja, waar de klachten in horen te staan. Alleen het probleem is gewoon, in die brief staat, we gaan naar artikel 38 van de wetregeling of zo, maar daar ga ik dan ook heen. Alleen wat gewoon heel irritant is, er staat niet bij wat er mis mee is. Er staat alleen van, ja, je auto is gewoon niet goedgekeurd voor de openbare weg. En dan stuurt het ministerie, stuurt agenten aan om die auto's van de weg af te plukken. Het is gewoon echt een soort van handleiding van wat er gebeurd is. Dus niet echt handige info. Maar ik heb bijvoorbeeld die auto, kijk, en ik snap heus wel dat. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, ik snap heus wel dat er een ander uitlaatje onder moet en alles. Maar wat nog meer, weet je wel? Want ze zeggen echt alsof die auto aan alle kanten kapot en gebroken is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een prima auto, ik onderhoud hem goed. Hij heeft niks doorgerot aan de onderkant. Ik heb alles bijgehouden. En het gaat maar zo door, weet je. Ik bedoel, ik heb die auto goed bijgehouden. Alleen nou moet ik dus die wok eraf krijgen. Dus in ieder geval, wat ik ga proberen, ik voor mezelf dan. Ik denk namelijk dat de wok al veel lichter zou zijn als ik ten eerste andere velgen eronder doe. Dus gewoon recht zetten weer. Ik ga hem niet laten uitlijnen. Ga ik niet doen. Dat doe ik alweer als die oude velgen eronder zitten of zo. Nou, ik vind het gewoon onzin. Ze staan echt, echt, geloof me nou maar. Ik kan het waarschijnlijk niet zien vanaf hier. Ik ga het je laten zien. Maar ze staan. Hij zegt net alsof die banden echt zo scheef staan. Maar hier, het valt echt mee. Kijk, ik ga je zelfs het profielrandje laten zien. Zie je? Kijk, zie je hoe weinig daarvan af is? Dan zie je hoe weinig niet vies is. Ik rijd gewoon een vol profiel. Natuurlijk slijt de binnenkant meer. Komt niet uit een ei. Maar dus ik ga die banden gewoon recht zetten. Weet je wat is als ze recht zet, steken ze uit? Dat heb ik jullie al zo vaak verteld. Dus er moeten gewoon nieuwe banden op. Nieuwe banden met camber. Nee, de camber haal ik even vanaf. Denk ik dan. Maar ja, mijn pa zegt het ook van. Misschien moet je hem gewoon wegbrengen. En de garage laten vertellen wat die. Want APK kom ik er doorheen. Hè? Dus ja, WOC snap ik dat dat misschien wat strenger is. Maar in ieder geval, dat is even genoeg over mijn auto. We gaan even door on to the next. Yo. Hey. What are you doing there? Hallo, liefie. Kom eens op. Kom eens op. Kom op. Kom op. Nee, kom op. Op, op. Waarom doe je nou zo? Weet je hoeveel mensen meekijken? En dan ga je zo doen. Kom. Kom maar op. Ja. Hey. Zeg zo tegen de camera. Ja. Schatje. Nou ja, hoe was jouw vakantie? Jouw vakantie was ook leuk, hè? Ja. Nou, ga je weer lekker slapen in je bens? Terwijl echte mensen weer werken en jij de hele dag hier rondloopt. Maar je bent gezellig voor de bij. Even kijken. Ik ga deze eieren maken, want die zijn tenminste houdbaar tot 14. En zoals je kan zien, deze klok moeten jullie ook kopen, want dit is echt zo'n topklok. Ik heb hier gewoon uren, minuten. Ik heb hier de dag, maand, secondes. En ik heb hier de warmte van binnen en buiten. Ja, sorry, ik focus meer op mijn vinger. Ik heb hier waar die wolkjes staan. Dat geeft dus aan
of welke dag, wat voor dag het gaat worden. Gaat het regenen, is zon. Daarna zie je nog welke richting wind het opgaat. Ja, nou, het is fucking genius. Maar ik ga deze dus lekker maken. 1 ster. Super slecht dat ik dat koop. En deze eieren moeten dus op. Tenminste houdbaar tot. Dus ja, vreten dan maar, hè. Let op, hè. Dan is er iemand thuis. En dan komen die honden. Binky, wie is dat? Binky! Wie is dat? Wie is dat? Hallo. Hallo. Kom jij vandaan? Ik heb boodschappen gedaan met oma. Oh, echt? Ik heb toch besloten om die eieren hier binnen op te eten. Yo, what up, gasten? Ik had net nog eventjes een Heavy Wayne opgenomen. En wij zijn nu eventjes aan het kijken voor een nieuwe game. Ja, ik had hier net iets super raars. Ik had hier Until Dawn staan. Ik ga hem even controleren waar die staat voor jullie. Van mij speciaal voor jou. Nou, en hier staat dus gratis. Dus als ik erop klik, dan verwacht ik gratis. En dan kijk ik hier, dan staat je in wagentje doen voor €35. Dus daar snap ik niks helemaal, daar snap ik niet veel van. Maar goed, ja, het is zo. Dus ik ga verder zoeken met wat ik ga gamen. Want ik ben wel toe aan een nieuwe game, een nieuw avontuur. Yeah, yeah, bro. Yo, dat mensen, en daar was ik weer. Ik was nog even aan een game aan het zoeken, alleen ik kan niet echt iets cools vinden. Je hebt natuurlijk wel... Stranger. Nee, Life is Strange. Dat is een nieuw spel die uit is. Maar ja, het is een beetje dat cartoony-achtig gemaakt. Ik vind het niet erg, maar het is een super lang verhaal. En we zijn nu al met Heavy Rain bezig en het is al een super lang verhaal. Ik ben meer een beetje op zoek naar een soort van horror, avontuur iets, weet je wel. Ik bedoel, die Heavy Rain is ook avontuur, maar het is heel langdradig. Stukje bij stukje, beetje bij beetje, vind je een oplossing. En ik wil daar iets meer tempo achter zetten, dus ik ga niet Life is Stranger spelen. Of Stranger is Life. Nee, Life is Stranger. Zoiets in ieder geval. Wat ik wel ga doen is even mijn auto achter het hek zetten. En ik ga gewoon wat aan mijn auto sleutelen. Ik heb alleen buiten, helaas, het waait weer. Ja, sorry. Dus ik ga gewoon lekker een soort van montage, wil ik niet zeggen. Ik ga wel een paar dingen uitleggen en dat soort dingen. Maar ja, verwacht niet dat ik veel praat en verwacht wel veel muziek. Maar ja, dat is ook leuk natuurlijk. Dus ik zie jullie zo. Je leven wel niet kan zijn, hè, met een beetje met een breakbar. Yo. Nou, we gaan hem dus nu opkrikken, de auto, zodat de banden eronder uit kunnen. Gaan we proberen alles zo recht mogelijk te zetten. Dat zal nog wel een plus worden, aangezien ik hem niet ga uitlijnen. Althans, ik laat hem niet uitlijnen, maar ik ga hem wel niet uitgelijnd naar de wok brengen. Dus voor hun heel veel succes ermee. En
Ja, laten we maar gewoon beginnen. Oké, de auto is opgekrikt. Laten we misschien maar even kijken of we dat tikkende geluid kunnen vinden, wat het nou echt is. Oké, ik heb even gekeken. En zoals je kan zien, hij slijt niet naar binnen. Wacht, ik ga hem even van de standaard af. Zoals jullie kunnen zien, hij staat nu helemaal gestuurd. En hij bereikt niet die binnenste hoek. Dan gaan we naar de andere kant. Naar de andere kant hetzelfde, zoals jullie kunnen zien. Er raakt helemaal niks. Ja, dit ziet er prima uit. Ik denk niet dat dit loshangt, zoals hij bij de APK-keurmeester gedaan. Aangezien hij anders een knik in komt, en dat is gevaarlijker dan dit. Oké, dus laten we de band er maar afhalen, inclusief de andere kant. Want als ik het zou moeten gokken, dan denk ik dat het getik van de andere kant komt. Maar laten we kijken. Zo, ik heb mezelf alweer gesneden, zoals je kan zien. Ik heb super vieze handen, maar goed, ik heb niks kunnen vinden, mensen. Nogmaals, dit is de stang waar ze klagen over. Of deze moet de stang zijn waar ze over klagen. Ik hoor wel wat, maar ik weet nog steeds niet wat ze bedoelen. Het is ook super zwaar om te sturen namelijk. Het is gewoon het end hoor, ik weet niet waar ze het over hebben. Ja, ik hoor helemaal niks. Snap ik wel dat er nu geen druk op de wielen staat. Maar er is ook gewoon niks. Alles zit nog mooi vast. Ja. Oké. Maar jongens, dat is het gewoon. Dat is helemaal niks. Want hier hebben we die stang die erin komt. Even kijken, ik ga even mijn camera goed stellen. Hier, dit is de stang die erin komt. Nou, je ziet, daar zit helemaal geen schade. Die zit er gewoon mooi op. Die erachter, ja, die kan ik helaas niet filmen vanaf de motorzijdekant. Maar die zit hier. En ik heb gekeken of er eventueel schade op zit. Oké, dan ga ik me even draaien voor jullie. Zo, dan hebben we die hele sok die mee uittrekt. En daar is niks mis mee, zoals je kan zien. Dat zit ook daarin. Dus, zoals ik al zei en zoals ik al dacht. Kijk, ik ben geen expert op dit stuurgebied. Maar hieronder, dit is je hydraulische pomp voor het sturen. Nou, je kan zien dat er wel een tie-rip omheen zit. Dus ze hebben daar vroeger misschien wat mee gedaan. Alleen, hij is nergens gescheurd. Hij stuurt gewoon heel licht. Dus het enige wat het kan zijn is gewoon dat het een ouderwets systeem is. En zoals ik zeg, de auto is uit 96. Dus heel raar zal dat niet zijn, weet je. Maar laten we doorgaan. En zo, daar zijn we. Ik vind het toch wel belangrijk dat je zo'n soort... In ieder geval, ik vind wel het belangrijk dat je zo'n wond enigszins bijhoudt. Dus ik heb even wat water overheen gedaan. Dat het grofste vel eraf is. Maar goed...
Ik ga er gewoon een pleistertje overheen plakken. Als ik een pleistermerk moet aanraden, is het dit. Dit is echt de shit gewoon. Het is gewoon makkelijk in gebruik. Je hebt de pleister zelf. Trekt een lipje zo open. Hup. Dan heb je de pleister zelf. Die zit nog eens vast met folie die je in het midden kan scheuren. Super handig. En je hebt zelfs een beginstuk. Dat is altijd wat ik bedoel. En het plakt ja, vrijwel tot zolang je het afhaalt. Ik heb nog nooit gehad dat dit loslaat. Zelfs tijdens het zwemmen niet. Het blijft gewoon zitten. Het is gewoon amazing. Kijk eens aan. Nou, dan hebben we het zo gedaan. En dan kan ik weer lekker door met mijn auto. En daar zijn we weer. Dus nu gaan wij deze afstellen dat hij recht staat. Dit is de camber kit voor achter. En dat is ook de enige die je achter hoeft af te stellen. Zo, nu zijn we voor. Ik zal een beetje harder praten dat de wind in ieder geval een beetje wegvalt. We zijn nu bij de voorwiel. Hier gaan wij de camber kit hierboven afstellen. Dus dat is deze inbusjes losdraaien. 2 seconden, hij deed even irritant. Dat is dus deze losdraaien en deze en dan kan je deze naar voren of naar achteren verstellen. Dus dat gaan wij hier doen. Het enige probleem wat wij hier hebben, wij hebben hier stuurstangen en die moeten helaas ook worden afgesteld. Dus als wij deze natuurlijk wat meer naar voren zetten, dan moet dat hier worden afgesteld. Dus dat is een dingetje. Zo, nou ja, zoals je al een beetje had kunnen inbeelden, ik gebruik gewoon alledaagse producten. Dus vandaag gebruiken wij deze waterpas, gewoon om te kijken hoeveel camber er nou echt is. En ik gebruik gewoon elastiekjes om hem vast te houden. Ik ga niet de camber kit, het spul kopen voor 60 euro, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Plus, dit is precies hetzelfde. Het enige verschil wat hier anders eraan is, is dat hier geen magneet op zit dat ik hem tegenaan kan drukken. Het scheelt me toch 60 euro. Ik denk dat jullie hetzelfde erover denken. Nou, dan gaan we even de camera aan jullie laten zien. Nou, dus dat gaan wij terugbrengen. Let's go. Zo, en daar zijn we weer. De hond is ons ook komen joinen. Boef! Boefje, kom je doen hier? Kom je kijken hoe ik mijn video's aan het opnemen ben? Laat het, hè, tegen die vel gaan plassen. Hey, hey, zo gaat het voetje omhoog. Oh, hey, wat ga je doen? Jij. Wat ben je van plan? Oh nee, oh. In ieder geval, laten we maar doorgaan. Die hond gaat niet meer in de spotlight staan. Zo, even kijken. Dan gaan we hier nog een stukje naar boven. Dus, nou, let's go. Ik weet van de vorige keer dat hij hier aan de achterkant, dat deze ook super moeilijk was. Dus gewoon insprayen. Kijk, als je zoiets van een dag van tevoren weet, lekker een dag van tevoren weet je wel. Maar deze zaten zo super strak. Dat is echt ongelooflijk gewoon. Nou, dan ga ik door naar de andere kant en dan ben ik terug over 5 minuutjes. Zo. Wow, hoorde je die tik? Die zat super goed vast. Zo, we zijn nu een stap verder. Ik heb ze allemaal losgehad en
heb hem recht gezet. Dat ga ik jullie ook even laten zien. Het enige idee, enige waar ik nog even moet kijken is dus als je hem, kijk zoals je nu kan zien. Hij staat ongeveer wel in het midden. Zie je? Ja, niet zo. Nou, in ieder geval, jullie hebben het wel ongeveer kunnen zien. Alleen als de band er helemaal op zit en hij komt op de grond, dan gaat hij zichzelf liften. En dan is het de vraag of de velgen recht staan. In ieder geval, ze zullen wel veel rechter staan. Ik heb zeker... Even kijken. Ja, nee, ik kan het niet zien. Maar ik heb in ieder geval veel aangepast. Dus ik vind hem mooi. Ik kan hier zien dat hij wat opgedroogd is hier tussen. Maar het is nog niet eens gescheurd. Dus deze heb ik laatst vervangen. Motorsteun. Althans, voor het liften weet je wel. Als je gas geeft. We gaan gewoon weer lekker door, joh. Hallo, wat kom je doen dan? Hé, kom even dan. Kom dan. Ja, oh liefje. Zit ik gewoon aan je met mijn zwarte handen. Ja, dan zei ik jij gewoon tegen mijn band aan. Ja, er zit een beest in. Zo, ik heb je leven gered, jongen. En wat doe jij? Tegen mijn auto aan pissen, hè? Ja, zijn we toch goede vrienden van elkaar, hè? Yo, what up, gasten? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik het, enigszins goed doe. Kijk, het hoeft niet perfect, weet je wel. Hij gaat naar de wok. Hij wordt goedgekeurd. Andere banden gaan er weer op. In ieder geval misschien dezelfde. Nou, andere banden, maar dezelfde velgen kan ik beter. Sorry, ik kijk weer in de camera. Het spijt me zo erg. Dus in ieder geval, dezelfde velgen blijven erop. En alleen andere banden komen er dan op. Want ze gaan dan wel recht staan. Vind ik ook niet erg. Ik bedoel, de camper was leuk. Maar ja, je verliest er wel veel dingen door. En dat vind ik wel een mooi moment dat ik niet veel wordt aangehouden door zo'n... bullshit reden. Wat vind jij ervan? Nou, dat vind ik ook. Goed die meteen afgeleid hebben. Oké, maar terugkomen zaken. Dus ik vind we gaan andere banden op. Hetzelfde velgen blijven. Maar hij hoeft mij niet uitgeleend te worden. Het interesseert me niet. Ik rijd er gewoon mee. Rijdt het goed? Rijdt het goed? Rijdt het niet goed? Doe ik het wel hetzelfde. En pas als we aan nieuwe banden erop zitten met mijn oude velgen, dus deze velgen, dan ga ik hem echt weg laten brengen om uit te lijnen. Want die wok mag me piep met hun piep onzin. En met hun piep, wat dan mag ik als ik piep? Oké, nou ik ga door.